van Match Meets. Ja. Dat was een café over in Broekzitter. Mm-hmm. Dat was een van de weinige mensen in het dorp die televisie hadden. Mm-hmm. En als er wedstrijden waren, dan belde hij op. Of dan kwam hij me halen en Willy, ja, kom kijken, zit er, ja, vandaag eens weer een wedstrijd op televisie. Zwart-wit. Argentinië tegen, zwart-wit. Ja, zwart-wit tegen Uruguay. Ja. En ging ik kijken en ik vond het zo geweldig. Ja. Hij mocht bij hem gewoon in de kamer, ja, zitten, ja, alleen met hem naar voetbal zitten, ja, kijken. Want die mensen die zagen wel ook iets in me. En, ja, van die heb ik geleerd poorten. Ja, poorten. Ja, die man, die was, dat was zo. Kijk, als ik jou ga passeren, ja, bijvoorbeeld, en ik kan deze beweging, ja, kappen, ja, dan komt dat weer bij jou, doen, dat, ja, moet altijd in die, ja, kant. Moet ik iets doen, ja, dan doe je het. Dan was het. En op de training oefende ik zelfs toch, dan speel ik hem zelf vaker zo. Ja. Doe het nog eens een beetje, ja, zo. Dan speel ik hem tegen dat been en dan kreeg ik hem weer vandaag terug. Oh ja, dus hier via TNT. Dan speel ik hem gewoon nog thuis. Ja, en dan kreeg hem weer. Ja, dan waren ze wel eens kwaad. Gebruik je zijn been. Ja. Ja, dat is gewoon wat je eigenlijk. Ja. Ik deed alles wat ik zag, deed ik oefenen. En ik stopte niet voordat ik dat bijvoorbeeld, ja, helemaal onder de knie had. En waardoor? Was je vader voetballer? Of? Nee, niet helemaal niet. Mijn vader heeft nooit voetballen. Ja. Dit ken je nog allemaal. Ja, dit weet ik. Dit, hier, kijk hier. Vaak dat, kijk met voor papa, maat, voor Bommel. Ja. Ik zeg 50 keer. Wat een talent. Ja, dit is nog gewoon, steeds, nog steeds. Dit word je gewoon nooit kwijt. Nee. Als je dit kwijt raakt, heb je het niet kunnen oefenen. Oefen je dat nog steeds? Nee, dat is schatten. Hè. Nee, maar dat zit geconditioneerd. Ja. Maar duizenden keer, gewoon altijd met je jeugd. Dit hier heb ik 6000 keer gedaan, dat was 1 uur en 20 minuten. Goed. Alleen maar zo rondgelopen veld. Ja. Op een dinsdagavond voor, ja, de training. Ja. Altijd? Altijd. Anders maar ik deed iedere dag oefenen. Ik oefende iedere dag, ja, met het balletje. Zonder bal had ik geen leven gehad, denk ik. Ja. Was gewoon. En dus ik pakte Kees Rijven, die pakte een boekje, ja, een agenda. En een, ja, agendaboekje zegt, Wille, ik laat je wel kijken hoe hoog dat je hebt staan. Ja. En toen begon ik dit boek open. En de eerste bladzijde, daar stond ik helemaal alleen op, Willy, ja, Durs. Ja. Ik heb jou als eerste keuze. Ja. En weet je wie ik op twee heb staan, zeg je, draaide net om. Johan Cruijff. Dat vergeet ik nooit. Ja? Dat vergeet ik nooit. En dat was welk jaar? Dat is in 65. 65 uur. Ja, ja, voordat ik naar, voordat, ja. En toen was jij, hoe oud was je toen? 20. 20. Ja. 20. Ja. En met 66 gebeurt. In 1966. En dat was mijn eerste blessure nou. Ik heb, ja, nooit van tevoren één wedstrijd gemist. En mijn eerste blessure was einde oefening. Zo, verschrikkelijk toch. Ja. Ja, ik heb er ook slecht van geslagen. Die blessure was in welk jaar? In 66. 66, want dat was in april had ik voetbal mijn jaar. Ja, in april. Voetbal, ja. En, 17 april speelde ik mijn eerste interland. Ik werd in mei uitgeroepen tot beste speler. En toen, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, raakte ik in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Vitesse geïnteresseerd. En, ja, ik zou daar zelfs niet spelen, want ik had ergens een afspraak. Ik zou ergens een prijsuitreiking naar doen. En toen moest ik van de trainer moest ik toch meespelen. Ik zei, ja, ik heb die afspraak wel al heel lang lopen en ik kreeg er aardig wat geld voor. Niet dat ik, ja, ik speelde ook liever als dat ik voor, naar, daar, ja, naartoe ging. Het was voorbereiding op seizoen 66-67. Ja, ja. In Vitesse. Ja. Ja. 4-1 gewonnen. Het was 3, wat een 4-0 voor toen gebeurde. Ik kan niet aan denken. Jongen, ja, ja. Echt, dat is, ja, zoiets. Als ik dan terugdenk, ja, dan denk nu, ja, denk ik dan, hoe kan nu zoiets gebeuren met zo'n stand? Ja. Dat mag niet. Dat moet niemand meer met kunnen schoppen of wat dan ook. Dan moet je gewoon balletjes rondspelen. Ja. Maar ik miste net van tevoren een strafschop. Frans de Munk stopte mijn strafschop. En ik denk, ik maak hem toch nu. Ik pak hem terug. Maar. Ja, ja. Zo, ja, dat was je drang, hè? Dat was, ja, ja. Hij had Cruijff dat ook, die drang? Ja. Als je Cruijff iets deed, als je deed biljart het laatste punt, dan maakte hij het laatste punt. Als we op een centrale training deden van, de laatste doelpunt is gedaan, ja, dan wachten ze altijd, dan kon je twee keer een schoen maken. Nou, nog eentje, totdat hij ze maakte en dat was gedaan. Zo dominant was hij ook. Ja, dominant, zeg ook met het, ja, wijzen en, ja, het sturen. Oh, ja. En iedereen luistert toch. Maar die klas had hij. Ja, maar wel, ik denk wel dat ik aan hetzelfde niveau was. Ja. Ik van hetzelfde niveau ben als Johan. Ja. Maar hij was wel bijzonder. En dan, je weet, gewoon een spits
Die heeft normaal in de wedstrijd veel meer te verduren als iemand die achter de voorhoede speelt. Ja. Maar mooi is, als je met goede bent, dan zeg ik van Nederland-België heb ik nog niet één bal verkeerd gegeven. Mm-hmm. Je geeft die bal een Keizer of een Cruijff of een Zwart, mm-hmm. die bal die gebeurt altijd iets mooi. Of een Willy van der Kuijden, mm-hmm. er gebeurt altijd iets mee. Mm-hmm. Maar je moet ze wel kunnen geven eigenlijk. En werd jij door dat team, hè? Ja. Met die mannen allemaal, werd jij geaccepteerd? Direct, ja. Vanaf training 1. En je moet denken, ik ga naar het Nederlands elftal toe, de eerste keer in, zeg maar, op de eerste centraal training. En ik kom uit de Jupiler League. Ik kom uit de eerste divisie. En daar staan allemaal gezette mannetjes. Ja, Willy van der Kuijlen. Van der Kuijlen. En jij. Ja, en Cruijff. Ja. We hebben samen de eerste training gedaan toen. Ja. En altijd spelen om te winnen. Alles wat hij deed, wou we winnen. Ja. En dat moet je hebben. Met spelletjes.